Ik ben Isaline Pinois en in opdracht van iWink Productions lees ik deze podcast voor jullie. Voor we beginnen, abonneer en zet het belletje aan. Zo mis je geen enkele video. Levenslang. Ik ga jullie het verhaal vertellen van een vriend. Een vriend die ik helaas nu geen vriend meer kan noemen. Niet dat hij dood is, maar omwille dat ik hem niet meer zie. Het begon allemaal als we nog jong waren. Ik neem je mee naar onze leeftijd van 21 jaar. Ik en mijn beste vriend waren naar een nachtfeestje geweest. Dansen, drinken en het uur vooral niet in het oog houden. Je kent dat wel, allemaal heel leuk. Maar het ging fout. Mijn vriend zocht ineens uit het niets ruzie met mij. Een beetje geduw en getrek en ik besloot weg te gaan. Hij was dronken en ik ook een beetje. De volgende ochtend belde ik hem. Hij nam niet op. Ik dacht hem terug te bellen na de middag. Zo gezegd, zo gedaan, maar opnieuw geen antwoord. Nu begon ik me toch wel een beetje zorgen te maken. Dat is niet van zijn gewoonte, en misschien was hij nog kwaad. Ik ging langs bij zijn thuis. Ik belde aan, maar er kwam niemand open doen. Ik belde opnieuw aan, maar ik bleef voor een gesloten deur staan. Dit was wel vreemd, want meestal vindt hij wel zijn weg naar huis, ook al is dat met een omweg als hij dronken is. Maar dit was vreemd. Zijn buurvrouw vertelde me dat hij er niet was, maar dat er wel vreemde geluiden vanuit zijn huis kwamen die morgen. Dat was rond 5:30 deze morgen. Ik ging net met Bobby wandelen. Uit nieuwsgierigheid ben ik gaan bellen om te vragen of alles goed met hem ging. Hij was niet meer de jongen die ik kende. Nadat ik dat hoorde van zijn buurvrouw, werd mijn bezorgdheid nog erger. Ik wou naar de politie gaan toen ik hem tegen het lijf liep. Letterlijk. Kai? Ben je oké? Kai kijkt me doordringend aan. Zijn ogen stonden vuurrood en zijn pupillen klein. Zijn kleren van de vorige nacht zijn kapot. Maar hij reageerde niet. Ik stelde voor om naar het ziekenhuis te gaan, maar liep gewoon verder. Ik hield hem tegen en belde de ziekenwagen. Toen de ziekenwagen er aankwam, veranderde zijn blik. Zijn blik werd angstaanjagend en agressief. Hij schopte en sloeg in het wilde weg, maar niet met intentie om iemand pijn te doen. Enkele dagen later ging ik naar het ziekenhuis om te horen hoe het met hem was. Van de dokter mocht ik niet bij hem, maar meer uitleg kreeg ik niet. Ik besloot het daar niet bij te laten en kost het wat het kost, wou ik hem zien. Toen de dokter naar zijn volgende afspraak was, glipte ik snel naar de kamer van mijn vriend. Daar lag hij dan. In een witte vest, waarvan de mouwen op de achterkant zijn vastgebonden. Vel vermagerd. Zijn gezicht was uitgezakt en zijn ogen nog steeds rood. Hij had een wonde aan zijn hoofd. Ik kon het niet geloven wat ik zag. Nu begrijp ik wel waarom de dokter bezoek weigerde. Op het moment dat ik er was, was hij aan het slapen. En toen ik net wou vertrekken, werd hij wakker. Kai? Wat is er gebeurd? Kai kijkt de andere richting uit. Kai? Kai riep dat ik uit zijn kamer moest en er kwam onmiddellijk een verpleegster op zijn groep af. Ze begeleidt me mee naar buiten. Wat deed jij in de kamer van meneer Mivix? Zei de verpleegster. Als jullie niet zeggen wat er met mijn beste vriend is, wil ik het zelf te weten komen, antwoordde ik. Ik kan u daar ook geen antwoord op geven, maar ik kan ook niet tolereren dat jij tegen de raad van een dokter hier naartoe bent gekomen, zegt de verpleegster. Kijkend naar zijn kamerdeur verlaat ik de afdeling van het ziekenhuis. De gedachten in mijn hoofd keerden altijd terug naar hem. Zijn rode ogen. Zijn wonden in zijn gezicht. Ik kreeg telefoon uit het ziekenhuis. Hallo meneer, u spreekt met dokter Kiewit. De verzorging van meneer Mivix lag in mijn handen. Ik zou u graag meer info willen geven. Bent u bereid om naar het ziekenhuis te komen? Ik was nog niet ver van het ziekenhuis en keerde onmiddellijk terug. In het ziekenhuis aangekomen vertelde dokter mij dat Kai aan een depressie leidt. En dat dit levenslang zou zijn. Hij zou voor altijd opgesloten zijn in zijn eigen lichaam. Vond je dit een leuke video? Klik dan op het blauwe duimpje en laat een reactie achter in de comments. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.